mobiel. Drie keer bellen. Ja, het is toch het, in het ganse hofje hier is het toch het meest opvallende adres. En er klinkt ook ergens muziek hier, hè? Mm. Maar... En er wordt nog eens gezwaaid van achter de vensterbank, maar... Is er opgemaakt? Nee, ik zie weinig beweging. Mag ik even de telefoon nog alleen bellen? Goeie buurvrouw! Buurvrouw heet Wiel. Ja, het is ook geen weer voor Wiel om boete te zetten, hè? Mitch, een stille getuige van de laatste keer dat wielboete zo het heet. Augustus. Augustus. Ja, was het misschien nogal koud. Het had er drie in gerokt en is ze toen nog snel naar binnen gegaan. Wiel! Toch maar één keer, hè? Nee, ja, ik heb nou inmiddels 4 keer gebeld. Hallo. Dadelijk maak ik gaan hem open. Ik ruik toch niet aan mijn kliko? Hoe staat het? Ja. Blijf van mijn bellen. Ik ruik toch niet aan mijn kliko? Snap je hem? Nee. Is die prima nummer al. Ja, maar dat zijn allemaal dingen die we niet, hè? Dus in principe voldoen we aan alle voorwaarden van Wiel om toch de deur open te maken, maar... Buurvrouw? Ja, jong! Ja! Waar bleef? Neem de telefoon op! Waar bleef? Neem de telefoon op! Sorry! Neemt Wiel de telefoon op! José, kom daar even kijken dus. Oké. Dan werd het geregeld. Doe het maar. En hier willen ze ook niet dat aangebeld werd, zus je dat? Ja. Klop maar op. Klop maar op de raam van de woonkamer. Nee, ik moet zeggen, ik vind het wel een leuk struitje. Of wie noemt ze dat? Een boerenerf. Nou, goedemorgen. José! Je komt van Willen, hè? Ja. Ja, ik wil er worden eerst de auto staan, maar... Maar je pakt de telefoon ook niet? Ook niet, nee. We gaan kijken, hè. Dat is wel gezellig natuurlijk. Dat is de leukste tuin hier van iedereen. Zijn je het door? Nee. Geen beweging ook? Geen beweging, drieën. Kent ze hem beschrijven? Wiel. Ja. Wiel is een gezellige man. Gezelschapswinst, 55 jaar. Zo wie dit hier uitziet, zo is er zelf ook. Oh ja? Beetje gezellig. Kleurrijk figuur. Kleurrijk figuur. Gezellig. Vriendelijk. Behulpzaam. Dus, en vind je jong dat er dan niet is? Ja. En dat... Hé, maar wat een gezellig hofje is dit. Dat je nog nooit geweest? Nee, natuurlijk. Jawel. Wel, maar... Al meerdere keren. Ja. Maar het op de een of andere manier gebeurde het niet. Ja.
dat of we zoeken geen beweging, terwijl nu is het een zoterdag en we zien overal bewegingen mensen gewoon in en uit. Ja. Hebben boodschappen gedaan. En dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ja, dat is jammer dat ze nu niet twee weken eerder met kerst, want het iedereen wel versieren en zo. En wiel bijvoorbeeld het daar een hele leuke kerstboom helemaal versierd staan. Er is verlichting van boven naar onder, naar links en rechts, wie wil. Dat is wat we doen, José. Ik heb natuurlijk een truc. Dat sowieso. We blijven net zo lang hier terugkomen totdat we ook wiel een keer gezien ja. hebben. Maar ik woon hier met Roger. Ja. Hoe lang al? 14 jaar of zo. Oké. Okay. Tuint mee. Niet getrouwd? Nee. Trouwens, hoor. Oh, zo had ik het nog nooit bekeken. Ja. Horen. Wat zit er nu? Baba. Ja, dus. Eén is om een douche, maar dan moeten we tussen glazen. Maar we zullen het nog een keer proberen. Of tijdig gezien in de schoenen. Dat denk ze? Ja, eigenlijk is het niet bang aan je lachwiel. Dus. We proberen nog maar eens. Nou, hoor de hond. Dat een hond altijd zo lelijk. Ja, dat is gekkigheid. Oh, gekkigheid. Van wie heette dat? Zo niet weten. Van Dick of van Roger? Zit ze eigenlijk goed aan? Nee, dat is gewoon... weet niet wat. Nou, ja, wat raar. Ik denk dat het zich verstopt heeft van dich. Oké. Okay. Ja. Maar zou zelfs de telefoon van zijn buurvrouw neer opneemt? Van dadelijk, of nee? Eigenlijk wel. Wat heeft ze trouwens met de vingers gedaan? Ja, ik ga net naar de nagelstylist, dus ze worden een beetje afgebroken en dat doet pijn. Oh, germ. Ja, met de corona. Ja, maar is dat echt pijnlijk? Ja, dat doet er geen pleisters om. Dus breken die nagels altijd zo snel dat af? Nee, ja, dat ga ik nu niet vertellen. Hè. Dat is de vrouw zei voor allemaal. Oké. Okay. Je komt van wiel en dan staat je al zo lang erop. Dan word je eigenlijk minder. Ik kom naar de baat, ik heb het nachtje. Dus. Of wat duist ze dan? In de zorg? Nee, dat is niet van mijn werkbestemming. Ik werk op het tankstation. Oh. Dat is weer een andere koken. Een hele, hele hei. Oh, hele hei. Hartstikke gezellig. En, nou ja. Wie komt ze dan heen terecht? Nou, ik ben oorspronkelijk van Zwamen en toen heb ik mijn vriend kennen, les in Zuiden, heb ik daar werk gezocht, maar uiteindelijk toch besloten hier te wonen, ja. Zit je eigenlijk een beetje tussen de twee plekken in gaan wonen? Want hij is van? Bochels. Oké. Okay. Ja. En wie komt ze dan heen terecht aan dit hofje? Omdat ik ooit in een donkerbruin verleden getrouwd ben geweest. Trouw is houden. Ja. Dus niet. Gelukkig. En dan moest ik toch ergens wonen, hè. En toen wordt het land. En toen ben ik, hij zei me dit aangeboden. En ik kom jongen de boog doorgereden. Ik denk, that's it. Ja. Dus. Want dat gevoel hebben we ook al een paar keer gehad. Ja. Dan reis je onder dat boogje door. Ja. En het is zo'n leuke... En dat pakt zich ook allemaal goed, hé. Onder de... Laten we zeggen, hier zo deze hoek is heel gezellig. Oké, okay, de gezelligste hoek. Vind je vuur? Ja. Maar goed. Dus, En zomers zit je heel lekker boeten. Hier door, maar ik kan me niet zo goed. Ja. Van leen ook de meubels van hij. Dus dat is allemaal goed. Hé, hey, ja, Wiel! Waar komt er? Ja, Wiel! Hé, hey, kom maar. Wiel is gesignaleerd. Ja, dan kan ik wel naar bed, hè. Ja, toen gaan we de douche. Ja, wie ligt het hele verhaal in voor lullen? Over dich. Dat zo, ben ik nog klaar. Nee, doe dat je eigen verhaal. Nou, Wiel, hebben we het in José? Ja. Stond ze op het punt om naar bed te gaan? Ja. Dus. Tot wie lang heeft ze gewerkt dan? Tot 8:30. Tot 8:30? Ik werk tot 12 uur 's nachts tot 8:30. Oké. Okay. Dus. Nou, ontzettend bedankt. Ja, daar is het. Onze jullie. Dag meneer Wiel. Veel plezier nog. Ja. Hoi. Hoi. Lekker slopen, hè? Ja. Wel trusten. Zet de radio waar het helder. Is ze een gezellige buurvrouw? Ja. Ja? Nou ja, ja. Graag. Allemaal gezellig hier. Ja. Hé, maar doe laatst goed op de gezondheid. Ik wel, joh. Ja, met het kapje. Uiteraard. Ik ben herpes aan het zoeken patiënt. Oké. Okay. Heel verstandig. Ja.
Hé, hey, maar wat een... Ja, ik ben aan de weg, dus ik ben kapot gewijd. Een beetje wijd, ja. Dan ga je daar af en toe wel eens gaan vliegen. Dan ga je daar af en toe wel eens wat vliegen. Ja, maar mag ik zeggen dat ze de meest kleurrijke gevel in de... In de ganse straat heerst? Ja, was de boa ogenachtig gekomen. Nee? De boa. Och nee, serieus? Ja, maar dat had niks op te zeggen, dat is te net. Maar begoesten ze door over te... Ja, er waren mensen, ja, ik wacht erover. In de straat? Ja. Maar ja, want voor de rest van is dat toch? Nee, dat zag. Hé, maar Wiel, dit is toch gezellig? Ik vind het wel hoor. Hij brengt een beetje kleur in de straat. Ja, maar kerst mist de meeste lampjes. Nee. Nou, ik huurde van José de Heijse in een boom neergezet. Ja, ja. Met oh, lampjes. Alles, erop en eraan. Nee, ik ben ook een van de eerste die met begroet muziek kwam wonen. Ja. Maar was die al die stervels duurt, dan moet je vooral lampjes branden. Nou ja, ik huurde van José, we moeten een keer terugkomen met kerstmis, want dan is hij de ganse straat versierd. Ja, Frans. Meester hier, en dan door. En nog een hoogte achter die het ook bewust nu. Nou ja, ja. Moet dat gaat, hè? Nou, een beetje gezellig maken onderheen. Hè? Ja, dat is een gezellige buurt. Zomer zitten we gezellig weer heen. Koffie. Paai. Sigaretje. Ja. Maar sokkerpatiënt, hertpatiënt, ja. Dan moest je toch met de sigaret een beetje oppassen, of niet? Ja, dat zit de dokter, dat ben ik hem al, hè. Stoppen met roken. Maar ja, ik hoor vanaf mijn 13 jaar, dus. Dat lukt niet hard? Nee, dat geeft echt niet aan, nee.